Zijn er al mensen die aan het kijken zijn? Of... Ah, ik denk het wel. Ik hoop dat, dat jullie mij kunnen horen. Kan iemand... Ja, ik zie hier... Ja, ik denk dat het gelukt is. Ja. Hallo. Goed geluid? Oké, okay. Heel goed. En het licht ook goed? Oh, spannend, spannend. Oh, zo lief. Dag. Ik ga de klok hier in toga nog een minuutje. Nou, ik start. Oh, amai. Veel bekende. Oké, geluid en licht prima. Ik denk dat we... Mooi kleedje, dank u. Oké. Nog heel eventjes en als het 8:30 is, dan ga ik starten. Ik ga mij al goed zitten. Maar... Oké, ik zie dat het 8:30 is, dus ik denk dat ik kan starten. Oké. Hoi allemaal, ik ben Stefanie en sinds kort werk ik voor 100%. Ik kom uit een hele andere wereld, dus voor mij was het allemaal heel nieuw. Maar ik wil jullie vanavond eens laten zien wat mijn dagelijkse routine is. En wat ik eigenlijk allemaal geleerd heb van de workshop en van alle toffe live video's te zien op Facebook. Ik wil eigenlijk vooral laten zien dat je echt geen make-up artist hoeft te zijn om elke dag stralend voor de dag te komen. Ik heb zelf ook 2 kinderen, zoals misschien verschillende van jullie wel weten. Dus ik kan snappen, 's morgens heb je niet zo heel veel tijd. Het moet allemaal een beetje snel gaan. De kinderen staan te wachten op u, een beetje stress. Maar je kunt zeker op een heel gemakkelijke manier een heel naturele look hebben om je toch goed in uw vel te voelen en mooi te stralen. Zo, ik zie dat er toch al wel wat kijkers zijn, dus ik denk dat de moment is om eraan te beginnen. Als er vragen zijn, je mag die altijd stellen. Ja, mijn lieve collega's die staan mij bij, of anders zal ik de vragen beantwoorden. Dus... Vragen mag zeker. Ik ga het redelijk simpel houden. Ik ga heel basis doen, want ik vind zelf, voor mezelf vind ik mijn huid en mijn wimpers het belangrijkste. Ik vind als je huid mooi is en je wimpers zijn mooi aangezet, dat je echt al een hele stralende look hebt. En daarvoor hoef je geen uren in de badkamer te staan. Dus voilà, genoeg gebabbeld. Ik ga starten. Ik ga sowieso beginnen met de primer. Zoals jullie, veel onder jullie wel weten, hebben we de gewone primer, de mineral primer. Of we hebben de Wilde Beauté. Ik zelf heb last van een droge huid. Dus ik heb sinds kort ben ik overgestapt naar de Wilde Beauté. Maar ik gebruik soms ook nog wel de gewone primer. Nu, vanavond ga ik de Wilde Beauté gebruiken. Ik ga eerst die schudden. Daar zitten zo van die supermooie gouden vlokjes in. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dus ik ga die eventjes... Ik heb hier een spiegel naast mij staan, dus af en toe ga ik eens naar de spiegel kijken. Ik breng dat gewoon rechtstreeks aan op mijn gelaat. Zo. En ik doe dat gewoon... Deze doe ik gewoon met mijn handen. Dat is eigenlijk het enigste dat ik dagelijks gewoon met mijn handen doe, omdat ik ben ook zo nogal een hevige en een brute. Dus bij mij moet het allemaal snel vooruit gaan. Ja, inderdaad. Zoals Laurie zegt, dus ik ben de vertegenwoordiger van de regio Antwerpen. Dat kunnen jullie waarschijnlijk wel horen. Zo. Ik blijf wel een beetje van mijn ogen weg. Dus allee, van mijn... oogleden blijf ik wel weg met de Wilde Beauté. Zo, een beetje in mijn hals. Voilà. Zo.
Dan, wat voor mij echt heel belangrijk is, is de concealer. Waarom? Ik ben een donkerder type en zoals jullie kunnen zien heb ik toch wel wat last van bruine kringen rond mijn ogen. Dus voor mij is dat echt heel belangrijk. Als ik dat niet zou gebruiken, dan zie ik er altijd zo heel moe uit. Dus ik gebruik wel als concealer de gewone liquid foundation. Normaal gebruik ik altijd een 1. Maar nu heb ik toch al een klein beetje in de zon gezeten. Dus ik ga nu de 1 en de 2 mengen. Want de 2 is dan weer iets te donker. En ik heb ook wel graag dat het rond mijn ogen een beetje oplicht. Om zo een frisse uitstraling te hebben. Zo. En wat ik ook ga doen vandaag. Sinds kort zijn de nieuwigheden uitgekomen en geleverd. Of zijn ze toch volop aan het uitleveren. Dus ik ga vandaag eens werken met dat heel schattig klein blindertje. Echt super mooi. En anders, als ik deze niet gebruik, dan gebruik ik deze borstel. Maar ik vind deze, omdat ik wil het echt heel dikkend hebben. En hier kan ik echt zo mee stempelen. Ik vind dat dat mooier dikt. Dus oké, dus ik ga de 2 kleurtjes mengen. Zo. En dan daartussendoor zit ik de nummer 1. Oeh, mooi. Ja. Peggy. Ah, mijn provincie. Zo, en dan ga ik met het schattig blindertje ga ik het mooi stempelen. Hè. Allee, ik noem dat eigenlijk stempelen dippen of stempelen. Om echt een goede dekking te krijgen. Ik ga even mijn spiegel erbij nemen. En dan ga ik schoon zo rondom. Ik vind ook met die kleine blindertjes kan je echt heel, heel dicht tegen je wimperrand gaan. Zie. Brinda, moet je dat niet nat maken dan? Voor de liquid foundation niet natuurlijk, want die is al lopend. Dus ik kan dat gewoon. En je kan die blindertjes ook, ik ga dat is voor straks, maar ik ga er straks nog iets mee doen. En ik maak dat niet nat. Dat kan natuurlijk, maar ik doe dat niet. En zeker niet voor de liquid concealer of foundation. Zo. Je kunt toch al zien dat dat al een beetje oplicht. En dan ga ik verder voor de rest van mijn gelaat, voor zo oneffenheden of zo. Ik heb nu een vuist. En ik ga dat doe ik wel met een 2. Dus dat doe ik ietsje donkerder dan dat ik rond mijn ogen ga. Dus. Ik heb hier zo wat. Een beetje pigmentvlekje. En dan zo aan mijn neus doe ik ook een beetje. En hier heb ik zo'n rood vlekje. Voilà. Veronique. Dag Veronique. Ik zie hier allemaal bekenden. Oh. Zo. Het was voor mij zeer spannend. De eerste live video. Dus we gaan er het beste van maken. Hè? Zo. Voilà. Zo, ik vind dat zo wel goed. Dat doe ik ook dagelijks, want ik zeg het, dus concealer, ik vind dat echt heel belangrijk. En dan pakken we onze poederfoundation. Ik ga nu de nummer 4 gebruiken. Ik zelf ben iets. Ik vind de even nummers vind ik bij mezelf beter passen. Ik heb hier al wat roodheden op mijn wangen. En ik vind dat mooier dat die foundation met de gelige ondertoon vind ik bij mij mooier passen. Dat is zo wat meer beiger. Beigiger. Ja, beigiger. Zo, ik doe een beetje in mijn dekseltje. Zo, en dan pak ik mijn kabuki. En dan ga ik de foundation goed warm draaien.
Wat ik altijd doe, ik ga dat eerst zo dippen over mijn gezicht, zo. Hup, en dan ga ik draaien. Ja, je ziet, ik ben een redelijk brute. Maar ik blijf zeker bij de eerste laag echt van mijn ogen nog weg. Omdat ik wil dat mijn, rond mijn ogen toch een klein beetje oplicht. Dus ik ga niet met mijn kabuki over mijn ogen. Nog nooit concealer gebruikt, vindt het er vaak onnatuurlijk uitzien. Ho. Ik vind nu, zoals je bij mij ziet, dat het er toch niet onnatuurlijk uitziet. Ik gebruik wel als concealer de liquid foundation. Maar als je dat goed dipt, en dan vind ik toch niet dat het er echt onnatuurlijk uitziet. Je moet natuurlijk een fijn laagje doen, geen te dikke laag. Want dan kan dat inderdaad misschien een beetje onnatuurlijker eruit zien. Zo. Natuurlijk, ik doe nog een tweede laagje. En draaien in het tikseltje. Goed warm draaien. En dan terug. Je ziet, voorzichtig binnenknieën. Hoe warmer de foundation gedraaid wordt, hoe mooier dat hem blendt met mijn huid. Zo, ik vind eigenlijk twee laagjes voldoende. Wat vinden jullie? Twee laagjes genoeg? Ik ga nog een kleintje doen. Een klein laagje als laatste. Zo. En als laatste laagje ga ik ook heel zachtjes gewoon om de concealer op mijn ogen af te poederen. Ga ik zo heel even dippend erover. Zo. Voilà. Je ziet, de poederfoundation vind ik echt een topproduct. En vind ik echt heel belangrijk. Want eigenlijk, als je zo zegt op een zondag, ik moet even snel buiten, maar ik wil toch iets opdoen. Dan vind ik zo'n foundation eigenlijk al direct een mooie even huid geven. En dan straalt het toch al wel meer. Zo, oké. Dus nu ga ik verder met de mozaïekpoeder, deze. De brunette, die bestaat ook in blond, maar brunette vind ik voor mezelf beter. Zo, en daar gebruik ik deze borstel voor. Ik doe dat zo. En dan een beetje... Niet te dicht tegen je mond. Zo. Ik ga eens kijken met de commentaren, want ik zie die hier allemaal verschijnen op mijn scherm. Ik zie mezelf niet meer. Ja, inderdaad, echt verslavend. Zo hevig met die borstel als ik. Ja, ik ben niet zo'n hele fijne, maar meer een brutus, ik zal het zo zeggen. Zo. Dan doe ik ook een beetje op mijn voorhoofd. Alhoewel dat ik vind dat ik zelf nogal een klein voorhoofd heb tegen mijn haar. Lijn zet ik toch een beetje op. Zo. En dan zet ik ook een beetje hier
onder. Ik gebruik graag deze borstel omdat het een fijn borsteltje is. Ik heb niet zo'n heel rond gezicht en dan vind ik het makkelijker om met dat fijn borsteltje te werken. Maar je kan dat natuurlijk ook bijvoorbeeld met deze borstel doen. Die ga ik ze biedt gebruiken. Al die commentaren, super grappig. Is dit merk goed voor een gevoeligheid? Het is heel goed voor een gevoeligheid. Wij zijn Sampersan is een hypoallergene make-up. Is 100% natuurlijk. Dus is echt perfect voor een gevoelige huid. Ik heb zelf ook een heel gevoelige huid. Zo. Ja, met deze kan ik blijven voortgaan, maar... Ja, ik ga het zo laten. Zo. Dan, ik werk heel graag met de blush van Sampersan. Er zijn verschillende kleuren in. Matte, glanzende, meer roze of de peach. Ik ga vandaag met de peach werken. Ik wissel af. Soms als ik graag wat rozige tinten of dan pak ik de rosé of de prune. En dan als ik de oranje tinten... Ik pak wel vaak naar de mat, maar de corail, die heb ik hier ook liggen. Waar ligt die hier? Je hebt hier de peach en de corail. En de corail, die is iets... Er zit meer glans in. Ik pak vaak meer naar de matte kleuren, maar af en toe pak ik ook... Ik wissel gewoon even. Maar nu vandaag heb ik gekozen voor de peach te gebruiken. Ik ga weer werken in mijn dikseltje. Zo, het pigment van de producten van Sampersan is zeer hoog, dus je hebt er niet zo heel veel van nodig. Dus ik heb nu zo gewoon wat korreltjes, dat is al heel veel. Dus ik ga nu voor mijn één wang de helft maar gebruiken, niet het volledig dikseltje. Dus ik neem dat op met deze borstel. Welke tinten zijn ideaal voor een bleke huid? Ik vind dat dat gewoon smaak is. Ik vind dat alle tinten, de roze, zie je bij mij niet zo heel hard. Dus ik denk dat misschien wel voor een bleke huid, maar eigenlijk kan je alles gebruiken wat je zelf mooi vindt. Het is niet van dat past bij u of met een blush, dat is smaak, vind ik zelf. Zo, even aftikken. Dan ga ik even in mijn spiegel kijken. Ik blijf twee vingers. Nog wat opnemen. Ja, inderdaad, Laurie. De brons vind ik misschien ook minder voor als je een hele lichte huid hebt. Die brons vind ik... Ik vind de brons heel goed als je zelf al wat kleur hebt van op vakantie en dan de brons gebruiken. Dat vind ik heel mooi. Zo. Voilà. Ik ga de blush nog eventjes opzij leggen, want ik ga die subiet terug gebruiken. Ik ga nu eerst verder met de ogen. Dus wat ik zeker eerst doe, is de eye primer gebruiken. Zoals jullie kunnen zien, heb ik afhangende oogleden. Dus wat is altijd mijn probleem geweest? Dat altijd alles in lijntjes trok. Je ziet, bij mij valt er zo over. Dus elke make-up dat ik gebruikte, dat kroop altijd tussen de lijntjes. Dus ik doe daar nu altijd mijn uiterste best voor om dat niet te hebben. Dus ik heb daar nu ondertussen, door de live video's te zien, allemaal trucjes voor. Een van de beste is de eye primer. Dat is een van mijn lievelingsproducten van Sampersan. Dat is heel fris en dat matteert al een klein beetje. Zo, ik ga dat even... En ik gebruik daar redelijk veel van. Zo. En ook deze. Nee, dat is echt wel veel. Maar ik doe die bovenop mijn oogleden. Maar ik breng die ook onderaan. Echt rondom rond. Voelt echt super fris aan, zalig. Ik ga ondertussen dat ik dat uit. Nee, inderdaad. Laat je de eye primer mag echt niet ontbreken. Ik vind dat echt... Dat is ook zo'n verfrissend gevoel op je oogleden. Zo. Kijk, dat is toch fris, hè?
Voilà. Zo. Wat ik dan nog doe, ook weer al om die lijntjes, mijn oogleden niet te krijgen, is sowieso de beige oogschaduw aanbrengen. Ik doe dat met deze borstel. Waarom? Omdat het snel moet gaan bij mij. En ik vind met deze borstel het snelste gaan. Ik zeg het, het moet allemaal heel efficiënt zijn. Als er zo twee meisjes 's morgens aan je been hangen om... Ja, voor 's morgens als ze naar school gaan of boterhammen smeren en zo, dan ben ik blij dat het allemaal snel vooruit gaat. Zo, en ik doe dat over heel mijn ooglid, echt tot aan mijn wenkbrauwen. Doe jullie nu over de concealer? Ah, wel, ik heb die... Vanmorgen heb ik die eens onder mijn concealer gezet. Dus ik wissel. Maar meestal doe ik het erboven. Maar ik zeg het, ik heb het nu vanmorgen eens eronder gedaan. Dus als allereerste kan ook. Kan allebei. Zo. Nog een beetje beige in het potje. Opnemen. Hup. Wat gebruik je nu? Nu ben ik de beige oogschaduw aan het gebruiken. Dat is eigenlijk echt een must-have. Welk kleurtje dat je ook koopt of zo, altijd eerst de beige zitten en dan verder. Gewoon voor een mooie basis te hebben. Zo. Hup. Zie. Mijn oog, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dat matteert heel hard. Ik vind dat echt heel belangrijk. Ik vind dat vaak belangrijker dan een kleurtje. Of vind ik vaak belangrijker dat mijn ooglid heel mooi egaal is. Ik ga er nog een klein beetje bij doen. Zo, en dan nog een beetje bij de andere kant. Voilà. Ziet er goed uit. Ja, van die droopy eyes. Ik heb dat dus ook, van die droopy eyes. We doen ons best om die toch een beetje te laten oplichten en liften. Zo. Oké, het volgende. Wat ik nu ga doen, omdat ik wil met niet te veel potjes werken. Ik ga niet allemaal verschillende kleuren oogschaduw gebruiken. Ik ga gewoon de pish, de blush die ik net gebruikt heb, ook gebruiken als oogschaduw. Ik vind dat wel mooi dat je gemaquilleerd bent, dat die tinten zo'n beetje doorlopen. Dat is ook gemakkelijk. Gewoon één potje en voilà, klaar. Dus wat doe ik? Ik neem met hetzelfde borsteltje waarmee ik de beige heb aangebracht, neem ik wat pish op. Zo. En een beetje kloppen. En dan ga ik in mijn ooghoek en dan ga ik zo als een ruitenwisser, zo onder het bot van je oog. Zo. Dus ik zit daar een beetje in het hoekje van mijn oog. En dan ga ik zo... Hup. Zo. Het andere oog. Dus ik zit weer, ik kan jullie misschien beter volgen, want ik zit hier in de spiegel. Zo, hup, en dan zo'n ruitenwissertje. Even meekijken, want ik schuif al uit. Hup. Zo. Ik vind dat eigenlijk al voldoende. Ik combineer die ook soms met nog een andere kleur. Dan zet ik de pish op het bewegend ooglid. En dan in de hoekjes, in de arcadeboog, zet ik dan een natuurtint, een café of een beetje taupe of zo. Dat is ook wel heel mooi. En dan heb je zo'n beetje die diepte van de donkerdere kleur. Maar ik ga het nu iets makkelijker houden. Voilà. Zo. Dan, wat ik ook ga gebruiken... Dat vind ik ook wel... Ik ga met de biscuit... Ga ik mijn onderste wimpers tot in de helft aanzetten. Ik doe dat eigenlijk met het wenkbrauwenpenseeltje.
Dat is heel fijn. Ik heb zelf redelijk kleine oogjes en dan kun je dat heel gedetailleerd aanbrengen. Ik vind dat fijner als een potlood, maar dat is natuurlijk keuze. Hè? Er zijn misschien anderen die liever met een zwart potloodje of met een bruin potloodje werken, maar ik werk heel graag met de oogschaduws. Ik vind zelf dat dat iets beter blijft zitten. Zo, ik heb zelf niks in het potje gedaan. Ik pak gewoon hetgeen wat in mijn potje beland is, daar ga ik eens door. Zo, en dan... Oké, nu ga ik wel even in mijn spiegel. Want nu moet ik mijn aandacht erbij houden. Wacht, kunnen jullie dat zien? Ik ga eerst één oog doen en dan subiet het andere oog. Kunnen jullie wel meevolgen? Wacht een momentje. Dit. Ik doe maar zo tot in de helft van mijn oog. Ik kan dat niet helemaal zetten, want ik heb al kleine oogjes. En als ik dat helemaal tot in het puntje van mijn oog zet, dan zijn mijn ogen nog kleiner. Dus ik maak een klein beetje. Zo. Voilà. Oké, dan het andere oog. Dat kunnen jullie misschien iets beter volgen. Ik ga mijn spiegel een beetje verzetten. Dus ik zet dat hier. Eigenlijk, ik stempel dat al bijna. Zo. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het is echt heel natuurlijk. Maar ik vind het toch wel dat het iets doet. Zo. Dat is nog de vraag. Ik ben ondertussen jullie vragen een beetje aan het volgen. Voilà. Dan, wat ga ik als volgt? Ik ben aan het bekijken. Oké. Dan neem ik de multi erbij. Zo. Dat is eigenlijk een losse highlighter poeder. Mogen niet laten vallen. Zo. En ik pak een heel fijn borsteltje, deze. Ik ga weer in het dekseltje amper iets in. Ga ik met fijn borsteltje een klein beetje nemen. En ik ga dat hier bovenaan, onder mijn wenkbrauwen, ga ik dat aanbrengen om een klein beetje het liftend effect te krijgen. Dus zo. Hup. En aan de andere kant... Zo. En dan een klein beetje in het putje van mijn oog. Ik ga die spiegel eens een beetje dichter met. Hup. Zo. En dan langs dan een beetje. En dan aan de andere kant ook. Zo. Nu ga ik eerst mijn wenkbrauwen doen. Ik ga die eerst eventjes scannen. Hup, zo. En dan ga ik mijn wenkbrauwen met een wenkbrauwpotlood in kleine lijntjes ga ik die een beetje bijzetten. En ik begin vooral altijd in de midden van mijn wenkbrauw. Niet hier van voor, maar in het midden. Ik vind ook mijn rechtse wenkbrauw die is iets mooier en voller van vorm tegenover de linkse wenkbrauw. Dus ik ga vooral deze kant proberen een beetje gelijk te tekenen. Zo, en ik doe dat in kleine streepjes. Je ziet toch al een beetje verschil. En dan zit ik hieronder een beetje bij. Dus dat is ineens heel donker. Maar wat ik dan doe, is met borsteltje erover. En dan is dat echt mooi. Zo. Dat is toch wel een groot verschil met het andere. Al probeer ik het zo natuurlijk mogelijk te houden. Zo. Andere kant, daar heb ik iets minder... werk bij. En hier van onder nog wat.
Zo. Hup. Voilà. Mooie wenkbrauwen. Trouwens, ik weet niet of dat jullie het al gezien hebben, maar ik heb hier vanachter de nieuwigheden van 100% uitgesteld. Mooie make-up tas, de brushcase en hier staan de drie pronkstukjes nu. De wimperkruller, de blenders. Echt super mooi. Allemaal in rosé. Oké, dan gaan we verder met de... Eens kijken of ik zeker niks vergeten ben, want ik... Dan ga ik de mascara aanbrengen. Dat is voor mij echt heel belangrijk. Je gaat zoiets ook meteen het verschil zien. Zo heb ik zo van die slaapoogjes. Maar vanaf dat ik mascara aanbreng, heb je echt zo'n open blik. Dus dat is voor mij echt enorm belangrijk. Ik gebruik altijd eerst de lash primer. En dan direct erover zet ik de mascara. Volume. Echt heel goede mascara. Ik had in het begin een beetje bang, want ik had echt al 15 jaar dezelfde mascara. En nu wou ik echt overstappen naar een gezondere make-up. En zo ben ik op 100% gekomen. En deze is echt de beste mascara ever. Simpel. Oh, oké. Okay. Dus ik ga eerst... Ah ja, Bo inderdaad. Oh, we hebben samen uren vroeger voor de spiegel gestaan om veel dikke lage mascara aan te doen. Oké, okay. Dus ik begin... Met de eye primer. De lash primer. Excuses. Hup. Ik ben hier ondertussen. En je hoeft die niet te laten opdrogen. Ik zit daar gewoon echt meteen mijn andere, mijn donkere. Mijn zwarte mascara. Echt een super fijn borsteltje. Zo'n siliconen borsteltje. Oké. Dit is zeer belangrijk voor mij. Voilà. Ondertussen eens kijken. De wimperkruller, die is het beste gebruiken op droge wimpers. Dus ook voor de mascara. Want als je mascara aanbrengt en je gaat dan met de wimperkruller erover, je mascara is dan al wat droger en dan kunnen je wimpertjes afbreken. Nu, voor de lash primer... op de lash primer heb ik zelf nog niet geprobeerd. Misschien kan dat wel. Ik heb dat nog niet getest. Ja, zien we een verschil al. Dat is nog maar één laagje. Dat is echt, ja. Ander oog. Ondertussen probeer ik een beetje naar jullie vragen te kijken. Ja, inderdaad. Wimpers enkel droog krullen. Anders kwijt de hele boel samen, dat is waar. Ja. Ja, klopt. Zo. Het is hier zo stil. Ja, de mascara is echt... Mijn wimpers zijn ineens een heel stuk langer. Doe er ook wel eventjes over om die aan te brengen. Ik vind dat echt heel belangrijk. Zie, dat scheelt toch enorm veel. Hup.
Zo. Ja, ik kan met mijn mascara bezig blijven. Maar ik denk dat het zo ongeveer goed is. Zo. Nu, de eeuwige discussie onderaan wel... wacht, ik ga even... Onderaan wel mascara en niet mascara. Ik doe dat wel, maar ik tik daar gewoon eventjes tegen mensen. Zoals jullie kunnen zien, ik heb redelijk lange wimpers onderaan. En soms is dat niet zo mooi. Als je nog eens mascara... En dan worden die nog langer en dan steunen die op mijn... onder mijn ogen. Zo, ik ga je eens even mee... Nog een beetje blinden. Zo. Hup. Voilà. Klontert mascara en gaan meerdere laagjes. Ik doe dat niet als de wimpers al opgedroogd zijn. Alhoewel dat deze mascara niet heel hard wordt. Maar dan doe ik er geen mascara meer over. Dus zolang als mijn wimpers nog nat zijn, dan durf ik er nog wel eens terug over gaan. Zo, ik ga nog een klein beetje op de onderste wimpers. Hup, en aan de andere kant... Zo. Voilà. Voor mij is dit zo een beetje mijn dagelijkse look. Voor mij is dat al voldoende. Wat je zeker ook nog kan doen, is eventueel een beetje highlight hier zitten. Maar ik vind dat niet altijd nodig om dat een dag in de week voor op de baan te gaan aan te brengen. Ik heb gewoon graag een beetje een stralende look. Mijn lippen. Welke lippenstift zou ik hebben? Anders moeten jullie kiezen. Ik denk dat ik ze hier allemaal heb liggen. Ik heb alle kleuren lippenstift. En ik heb ook gewoon de lipglossjes. Ik gebruik eigenlijk meestal de lipglossjes. Zeker bij zo'n meer een naturelle look. Dit zijn de drie kleuren. Misschien moet ik meer voor de abricot gaan. Die past het beste bij de Suron. Hebben jullie dat graag? Sumon bedoel ik. Suron. Wacht, ik zal die er eens bij halen. Moment. Abricot, noot, bonbon. Roosdorp, welke moet ik nu aandoen? Noot. Crème brûlée. Oei, allemaal verschillende. Oké, we hebben nog tijd, dus ik ga een lippenstift aandoen. Ik zal mijn werk er eens in steken. Wacht. Moment. Ik ga ook nog de lipprimer. Momentje, ik ga even zoeken. Lipprimer. Ja, ik zou misschien best bij de oranje tinten blijven. Noot oranje. Ik denk dat dat het mooiste gaat zijn, maar ik ga het ook. Zo, oké. Gaan we er ook nog bij doen. Goed idee. De lipprimer. Dat ga ik eerst doen. Want ik heb heel veel last van droge lippen. Hoe komt dat? Ik denk, veel te weinig water. Dus. En nu ook, met veel op de baan te zitten in de auto, heb ik vaak mijn airco aanstaan. En dan heb ik direct een heel droge rand rond mijn lippen. Ik heb nu wel vandaag, speciaal voor live video, heel de dag mijn lippen verzorgd. Dus nu valt het wel mee. Maar ik ga toch de lipprimer. We gaan gewoon ineens alles erop zetten. Want normaal doe ik snel een glosje aan, maar we gaan ineens het mooi doen. Dus we beginnen met de lipprimer. Ik zet die aan met lippenseal. Zoals jullie weten, kunnen die zo en dan kan je die zo in je handtas en steken. Hup. En als je dan op restaurant of zo bent, kan je snel naar het toilet. En dan... Trouwens, ik heb hier een vraag. Ik zie hier mijn tante. Dag, tante Greet. Zie ik hier kijken. Ik heb een vraagje. Welke vrouw kan er lipstift aanbrengen zonder een spiegel? Ik ben eens benieuwd. Wie kan er gewoon zo heel mooi lipstift aanbrengen zonder in de spiegel te kijken? Ondertussen ga ik de lipprimer...
Ja, ik denk ook, Cindy, dat ik de somo met de abricot los ga doen. Mascara doe ik vaak zonder spiegel. Wow, dat is wel cool. Zo. Ik vind dat ook al mooi, maar ja, ik hou wel van zo. Oh, ik vind het allebei wel mooi, maar bij mezelf vind ik soms de naturelle look mooier. Ik ben aan het denken omdat ik een lippotlood ga aandoen, maar welke kleur dan? Dat is misschien te oranje, hè? Zou ik de peach nog erbij doen en dan misschien de noodlippenstift? Ga eens proberen. Het is te gewoon. Dat was dus niet voorbereid, maar maakt niet uit, hè. Ik ga een klein beetje lippotlood. Ik doe dat eerst hier. En dan werk ik naar buiten. En dan ga ik hier. Ik ga dat potlood, dus nu heb ik dat mooi rond mijn lippen gedaan. Ik ga dat al een beetje uitwrijven met een borsteltje. Want ik vind echt zo'n echte lijn rond de lippen, ik vind dat niet mooi. Zie, alleen het potlood vind ik eigenlijk al mooi genoeg. Beetje, ja, die lijstjes van die producten. Ik kan het snappen. Vinden jullie dit al niet genoeg? Oh, lippenstift en mascara zonder spiegel. Oh, dat is natuurlijk wel handig. Ik had zo. Het is een mooi slang geleden. Oké, ik ga er een beetje van de somo nog over zetten. We zullen wel zien wat het geeft. Voilà. Het is wel mooi, vind ik. Ja. Ik zie wel dat ik met één oog meer highlighter heb in het andere oog. Dat ik een beetje retoucheren. Zo. Ja, dat vind ik mooi. Heel mooi. Zo vind ik het gewoon. Ik ga nog eventjes, want ik zie dat ik. Hier heb ik veel meer als hier. Dus ik ga er nog een klein beetje bij doen. Voilà, hup. Ga nu eens precies. Ja, dat is beter. Ah, ik ga nog één dingetje doen. Daar heb ik ook nog een tip. Ik denk dat dat van Coraline was. Zij gebruikte het zwart potloodje. Zo op de waterlijn langs boven. Om je wimpers toch nog zwaarder te laten lijken. Dus ik ga dat ook doen. Ik vind dat wel mooi. Zo. Oh, zo lief. Iedereen is zo lief. Oei, nee, neem ik mijn wimpers, kijk. Typisch. Oké, ik ga er nog eens over met mascara dan. Hopla. Voilà, terug opgelost. Zo. Ik vind dit perfect. Wat ik daar straks ook geprobeerd heb, ik kan dat nu ook wel eens even snel doen, nog snel erbij. We zijn nu toch bezig. Ik heb daar straks voor de eerste keer de setting powder gebruikt, de matte. Ik vond dat heel mooi. Ik had dat misschien beter te straks, maar ik doe het er nu gewoon bij. Zo'n klein beetje met mijn
mini blindertje, pak ik een heel klein beetje uit het potje en ik zet dat nog een klein beetje onder mijn oog. Waarom? Weer over die lijntjes. Ik zeg het, ik doe er alles voor, want ik heb dat echt enorm snel. Dat is de matte. Zo. Ik zet dat er nog een beetje bij. Hup. En dat is weer al om te voorkomen dat vooral mijn liquid foundation als concealer in mijn lijntjes trekt onder mijn ogen. Je ogen trainen. Dat is een kwestie van een beetje trainen. Dat je ogen trainen. Ja, ik snap dat. Ik pink altijd heel hard met mijn ogen. Maar hoe meer dat je dat doet, hoe gemakkelijker dat eigenlijk gaat. Zo, voilà. Ik denk dat dit... Ik zo aan mijn look. Ik weet niet of dat er nog vragen... zijn. Een beetje mijn haar. Ik vind eigenlijk vaak dat... Nee, beter ons. Ja, het is echt wel naturelle make-up zo, ja. Dat is waar. Ik vind het gewoon zo voor... Ja, voor alledaags. Niet te veel en gewoon één kleurtje gebruikt, de pish. Ik moet ook zeggen, ik gebruik nu vandaag de pish. Maar ik heb dat ook al gedaan met de corail. En ik heb dat ook al met de prun gedaan. Dus je kunt dat echt met elke blush. Ik heb het zelf ook al met de brons gedaan. Dan heb ik gewoon mijn poederfoundation gedaan en alleen de brons. En dan heb je zo een zomerse look. Nathalie, zit er verzorging in de lippenstift? Ja, de lippenstift is verzorgend. En de lipprimer is ook verzorgend. Ja, je lijkt een klein beetje op Carrie, ja, dat weet ik. Dat hebben ze donderdag ook nog gezegd. En wij zijn team Antwerpen, dus twee donkere types. Beter met voor... Oei, Saskia, ik weet niet wat je bedoelt... Ja, inderdaad. Ook de lippenstift is ook vegan, hè? Ja, ja. Ik zie hier nog allemaal reacties binnenkomen. Maar ik denk dat ik stilstaan toch wel ga afsluiten, want ik ben klaar. Ik hoop dat jullie dat mooi vonden. En dat jullie toch een paar tips hebben opgedaan. Er zijn natuurlijk al veel video's geweest. Dus maar ik probeer toch nog... wat tips eruit te halen. Twins voor Team Antwerpen, ja. Ja. Oké, ik ga afscheid van jullie nemen. Het viel eigenlijk nog heel goed mee. Ik had wel een beetje stress, maar het was eigenlijk wel heel leuk. En het was gewoon leuk om eens te laten zien hoe dat ik mijn dagelijks opmaak. En ook al de kinderen, of ik word dat veel zeggen, ik heb geen tijd en dat is te veel. Maar eigenlijk valt dat echt heel goed mee en je hoeft niet... elke dag smoky eyes of zo te doen. Oké, dames. En misschien wel wat heren. Misschien tot een volgende keer. Bedankt allemaal om te kijken. En bedankt voor alle leuke reacties. Goed gedaan. Oh, sorry. Oh, ik wil gewoon geen afscheid nemen. Ik vind het echt wel tof eigenlijk. Zoveel zenuwen voor niks. Oké. Dankjewel allemaal. Dag. Dada. Nice.